Hoe ziet de toekomst van de wereld eruit? Stel je voor dat we niet meer kunnen terugvallen op de reguliere voedsel- en energiebronnen. Vandaag spreek ik met innovator Jan Kriekels over het overlevingsmodel van de toekomst. Jan, als we nadenken over de toekomst, aan welke veranderingen mogen we ons verwachten volgens jou? Ja, je hebt natuurlijk de veranderingen die we zelf georganiseerd hebben. Dat is gelijk de klimaatverandering. Er is nog een verandering die gaat komen, dat is eigenlijk de beschikbaarheid van de grondstoffen. Dat houdt dus in dat we de dingen zeker moeten circulair bouwen gaan, dat ze kunnen wedergeboren worden. Alle producten van de climate designers kunnen herschapen worden tot nieuwe producten, zijn niet corrodeerbaar, kunnen in een volgende generatie teruggebruikt worden. Dus die circulaire economie moet zeker komen in de woningbouw, in alle transportsystemen, die moeten uit elkaar gehaald kunnen worden en terug opgebouwd worden. Als je dan denkt aan het herinrichten van de maatschappij, hoe zou je dat dan moeten doen, zodanig dat we geen tekorten hebben qua voedsel, qua energie? We gaan volledig de landbouw moeten herdenken, want de biologie van de landbouw dicteert ons dat eigenlijk de grond elke dag armer wordt. Eigenlijk moet de grond elke dag meer waard worden. Per definitie wil dat gauw vlug berekend zeggen dat we ongeveer de helft wat we nu bewerken van de aarde moeten teruggeven. En dat is natuurlijk een feit dat we dan met veel minder moeten gaan leven en ons spiritueler gelukkiger moeten kunnen maken. Kunnen we het nog eens eventjes hebben over value economy? Wat bedoel jij daarmee? Wat versta je daaronder? Value economy is een beetje wat we hier zien allemaal. Dat is een soort print maken van de toekomst. Ik denk dat mensen door het gebruik van alleen maar te kiezen tussen producten hun fantasie vergeten zijn. Hier staat een soort fantasie over de toekomst. En je moet fantasiebeelden maken die heel mensen enorme inspiraties brengen. Mm-hmm. En dat is een beetje de fusie die we moeten doen, de creative motion, voordat we de stap zetten naar de toekomst. Ik ben straks benieuwd om meer te horen over het materiële en natuurlijk het spirituele. Model. Absoluut. Ja. Maar belangrijk is dat je passies fusioneert. Ja. Alle mogelijke passies. En dat er positieve emoties komen. Geen eindeloze kritiek. Dat komt niets ten goede. We moeten samen optimistisch zijn en nieuwe kansen creëren gaan in de toekomst. Dankjewel, Jan. Ja, dank u. Volgende keer zijn we voor de laatste keer bij Yaga. En dan gaan we in gesprek over bruggen bouwen tussen materialisme en spiritualiteit. Ik zie jullie dan.